Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tramsporen. Het programma wat alles te maken heeft met de Haagse tram. In deze uitzending horen we over Kuurt Fortin's eerste liefde in lijn 12. Hebben we ook weer een echte tramfan. Maar eerst beginnen we met het onderhoud aan de rails. Morgen Bart. Hey, morgen. Morgen. De mannen van onderhoudsmiddelen en reiniging van HTM moeten voor dag en dauw op. 'S Nachts of heel vroeg in de ochtend onderhouden zij de rails. Het is nu 6:00 in de ochtend en ik heb een afspraak met de onovertroffen broer Zuidwijk. We gaan samen op pad met de wisselreiniger. Even kijken hoor. René? Dag Fred. Hey, wat leuk dat ik vandaag met je mee mag. Ik mag mee, hè? Ja, ik moet er echt mee. Moet eraan geloven, hè? Ja. Want wat gaan we doen speciaal vandaag? We gaan vandaag wisselspuiten. Valt van mij niet mee, hè? Dus ik hou me vandaag maar aan jou vast. Ja, dat lijkt me wel. Ik zit een beetje slaap in mijn ogen zelfs. Ja, die moet je er goed uitwrijven. Je bent het gewend, hè? Dat heb je nodig. Okay, nou, kom op. Wie is nou de jongste? Dat ben ik. Dat ben jij. Niet zeggen, hè? 50. 50. Wie werkt er nou het langste van jullie bij de ATM? Ik werk hier nu 20 jaar. 20 jaar? Ja. En jij, Marcel? Ik 12. 12. Onwijze kracht achter ze. Ja, dat moet ook wel natuurlijk. Kom maar Fred, hè? Kom maar trammetje. Komt er wat op? Oh, dan komt een tram aan. Nou, even tempo maken, want het is hier zo onwijs druk met trams. Dus je moet echt heel snel werken, hè? Ja. Mag die weer? Ja, tot over de kruis heen. Metertje tot over de kruis. Volgens mij is hij zo, Mars. Perfect. Ja, hè? Je mag blijven. Nieuwe collega waren, hè? Goed, toch? Ja. Weet jij een beetje al die wissels uit je hoofd? Ja, meestal wel. Ja? Je ziet meestal aan de nummers. Meestal wel in welke richting of welke buurt of dat ze zitten. Ja, 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 ja. Hoeveel wissels hebben wij nou een beetje? Ja. Nou, wel een paar honderd. Een paar honderd wel? Ja, 500 of 600 geloof ik. Nou, maar broertjes aan het werk. Die houdt de boel in de gaten. Ik houd de boel in de gaten. Je krijgt geen ogen in je zak hebben. Nee, ja. Er staan soms, zou je niet geloven, dan sta ik zo een draai om. Staat er een tramvlak achter. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Hé, hey, René, hoe is het nou die verdeling met jouw broer? Hij let onwijs goed op je. Ja, altijd. Ja? Ik doe meestal het werk en moet ik altijd in mijn rug iemand hebben die... Die je blindelings kan vertrouwen. Die je blindelings kan vertrouwen, ja. Nou, je kan gewoon iemand een vaste maat hebben, zoals René. Want die kan je bent afhankelijk, je moet iemand vertrouwen. Want als iemand zo gaat staan, dan heb je niks aan. Je moet echt opletten. Dat gebeurt ook. Ja, ja. Dus het liefste, allerliefste werk je met je broertje. Ja. Maar zien jullie elkaar buiten het werk ook vaak? We wonen bij elkaar in één huis, ja. Je woont bij elkaar in één huis? Nou werken jullie samen, jullie wonen samen. Heb je er net iets boeien? Tuurlijk wel. Ja? Hoe los je dat op? Goed schelden en weglopen. En waar gaat het dan over, die boeien, meestal? Over de HTM, altijd. Ja. Ja. Maar het is hartstikke lekker werk. Ja, he. Lekker buiten. Hele dag buiten, wat wil je nog meer? En je kan trots je werk zijn als je achter je afkijkt. Dan zie je dat het heel veel is, dan ben je klaar, dan is weer perfect schat. Ja. Dat vind ik het leukste van. Zo, dank je wel. Dat is links, zeg. Op de Delftse Laan wordt het nog gekker. Echt een onwijze pokkenherrie is het echt. Ja, hier komen ze achter elkaar. Lijn 12 als je rijdt, 11, 6. Nou, dan zijn er drie, maar die gaan dus helemaal... Dus ook van alle kanten van alle kanten gelijk. Ik hoor je, er komt er weer een. Dat is toch een lekker ding ook, achter stuur. Ja, het zit er veel hoor. Ja, dat gaat weer beter worden hier. Ze krijgen oog voor die dingen, eindelijk. Kijk uit. Jongens, pas op, René. Zie je 20? Ja, echt ongelooflijk. Ja hoor. Ja. Zijn er nogal wat? Nog één? Wat hè?
Kom hierheen. Oh, hij komt aan de andere kant. Oh, kijk, daar komt weer een. Ja, dat is de, dat soort dingen zijn dus gevaarlijk. Dan komt er daar weer een aan. Daar ook? Dat is ongelooflijk. En daar komt er straks weer een aan. Ja. Allemaal zwaaien, hè? Dat is wel leuk. Ja. Is goed? Ja. Oh. Ik moet nog eventjes... René, deze even een tikje geven, hè? Ja. Zo. Laatste tikkie, dus deze zit ook op zijn plek. En, niet te vergeten, brandschoon. Dus het zit hierop. Maar we zijn er nog niet. Ik mag straks mee met de slijpwagen. Yes. Maar eerst gaan we een kijkje nemen bij de tramfan. Vandaag onze radiopresentator Tjeerd Spoor. Tja, met zo'n naam. Nou, dit is dan mijn tramparadijs. Hier gebeurt het, hè. Hier ligt een hele tramlijn, om het zo maar te zeggen. Met allemaal HTM-trams eigenlijk, in het klein. Hiermee rijden de trams. Hier kan je bijvoorbeeld de wissels omzetten. Hier kan je ook trams stroomloos schakelen bijvoorbeeld. Dit is een hele oude. Nou ja, hieronder loopt dat dus eigenlijk ook helemaal door. Maar hier is het al netjes, hier is het al netjes weggewerkt. Het is niet gewoon maar kinderspel inderdaad. Dus je bent er ook wel een paar jaartjes mee bezig, hoor. Ja? Ja. Nee, ik speel er niet elke dag mee. Het is natuurlijk ook vooral wat maken. Je bent niet alsmaar rondjes aan het rijden. Alhoewel het natuurlijk wel leuk is om dat af en toe ook te doen. Het is een uit de hand gelopen liefhebberij, denk ik. Maar ja, het is, voor mij is het gewoon echt wel een ontspanning. Ten eerste vind ik het leuk om die trams die je natuurlijk in het groot hebt, om die ook gewoon in het klein te hebben. Die modellen zijn heel mooi, handgemaakt natuurlijk, hè, vaak. En het is wel grappig om gewoon je eigen, ja, toch een beetje je eigen wereldje eigenlijk daarmee te creëren, om het zo maar te zeggen. Mijn favoriete tram die staat eigenlijk hier. Dat is deze. Dat is de PCC. Maar die is echt uit mijn kindertijd, dus hier ben ik mee opgegroeid. Ja, toen ik 4 jaar was, zag ik deze al hier voorbij komen in de wijk. Dus ja, dat komt, ik denk wel dat dat er ook wel mee te maken heeft. Dat je hele kindertijd en je jeugd daaraan verbonden is. Ik voel me dan niet een klein kind, maar er zal best nog wel iets van dat kind in me zitten, denk ik. Maar ja, dat heb ik als ik radio maak ook. Radio West met Studio Haagse Bluf. De eerste Avenio tram van de HTM is officieel gepresenteerd in Duitsland. Er hoeft maar één dingetje te gebeuren met een tram. Een ongeluk of een nieuwe tram of wat dan ook. En hij is er gelijk vol van. En dan houdt hij er ook niet over op. Dus het is wel echt een dingetje, de tram. Ja, je hoort het. Ja, ik kan het niet ontkennen. Dat is waar. Ik had vroeger twee passies eigenlijk als kind. Of bij de radio en de televisie werken, met nieuws bezig zijn, plaatjes draaien of trambestuurder worden. En ja, eigenlijk heb ik dus nu gewoon van twee hobby's mijn beroep gemaakt. Ja, dat is wel zo. Ik bedoel, het gaat over de tram. Ik mag radio maken. Ja, mooier kan het voor mij echt niet worden. Straks de tram van Kurt voor Tim. Dan kon je hier gaan zitten natuurlijk, maar dat was niet stoer. Dus je ging hierop zitten. Gas op aan. Maar nu eerst Annette Gros. Het gezicht van HTM. Dat ben ik. Misschien herkennen jullie mij. Niet zo, hè? We hadden een campagne van de HTM, reclame met eigen personeel. En daar ben ik voor gevraagd. En daar heb ik een paar jaar voor in de tram gehangen. Nou, hier was het allemaal. Hier hing ik en bij iedere halte werd er omgeroepen, vergeet niet uit te checken. En dat was mijn gezicht. Zo. Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart wanneer u uitstapt. Ik kreeg veel respons. Mensen die zeiden, ben jij dat, ben jij dat? En vroegen ook of ik de stem insprak, maar dat was niet zo. Don't forget to check out with your OV-chipkaart. Die weet ik wel. Die staat er ook in zoveel haltes. Ik zag gelijk al staan. Ik keek, ja, dat is bekend. Die zie je vaker op de tram. In de slurf, in een vliegtuig. Hey, HTM'ertje. Het blonde krulhaar. Iedereen herkent haar dan. Ja, zij heeft wel gezegd van HTM. Zelfs op een vakantie, ja. Ik was aan het zwemmen in Turkije en aan de kant werd gevraagd waar lijn 17 stopte. Dat was minimaal waar. Dat werd een beetje te veel. Dus toen heb ik gevraagd of hij eruit moet. You get one ticket, you check in with it, and then it's good for the day. Ik werk al 28 jaar bij de HTM. Het is een leuk bedrijf, je blijft hangen. Annette hoort bij de mobieler van de HTM. Echt wel. Ja. Nee hoor, ja, 28 jaar is lang. Het is heel lang. Ja.
Maar ik doe het nog steeds met plezier. Ja, als je de chip aanschaft, moet je natuurlijk wel voor de chipkaart betalen. Ja, ja, dat is 7,50. Het leukste van mijn werk is dat het afwisselend is. Het is geen ene dag hetzelfde. Ik heb een vraagje. Ik ben gisterochtend mijn telefoon verloren. En wat is er tram 3 of 4 gebeurd? Dit is achter de schermen. Mag eigenlijk niet, hè? Nou, treed binnen in de afdeling gevonden voorwerpen. Dat doe ik ook. Ja, parapluutjes, tassen, hoedjes, kindertasjes en een kruk. Het meest bizarre wat we ooit gevonden hebben is een kunstgebit. En de klant in kwestie is langsgekomen en heeft hem ook gepast. En hij bleek niet van haar te zijn. Dus dat was een beetje smerig, maar wel een grappig verhaal. You need to? Yes. Ja? En don't forget to check in with the card. Moet niet vergeten uit te checken. Oké. Niet vergeten uit te checken. Nee, ik mis de aandacht niet. Het is genoeg. Ze kennen me toch wel van HTM. Dus de poster heeft haar het alleen maar versterkt, maar het is genoeg zo. Nou, het is nu de hoogste tijd om de rails te gaan slijpen. Ook niet heel onbelangrijk. En één man binnen de HTM weet er alles van. En dat is Mike. Goedemorgen. Fred. Hoi. Nou, we staan hier geloof ik voor een overdosis aan technisch vernuft, hè? Ja, dat is een mooi stuk techniek. Ja. Waarom is het zo belangrijk om die rails te slijpen? Omdat vervuiling geeft extra slijtage, ja, en minder comfort voor de reiziger. Elke bonk die een tramwiel volgt, ja, dat voel je in het voertuig. En met het schuurpapier nemen we de grootste vervuiling eraf. Er is zoveel techniek, maar uiteindelijk gebruik je alleen maar schuurpapier. Ja, korrel 40. Dat is vrij grof. Maar ja, dat is genoeg om de vervuiling weg te nemen. Ja, ja. En we doen per shift doen we een rol gebruiken, per zijde. En hoeveel kilometer doe je dan met zo'n rol? Nou, een 45, 50 kilometer. Nee, ja, dan is het stop. Heb je daar een speciale opleiding voor nodig? We hebben allemaal een opleiding gehad. Okay. Diegene met de auto rijden, die hebben een opleiding gehad. En dat is ook nodig, want je rijdt op het spoor. Dus je hebt sowieso een opleiding nodig als bestuurder. Dus je kan ook een tram besturen? Ja. Ik zou dolgraag een beetje mee willen maken met je. Nou, dat kan. Ik ben er klaar voor. Ja? Zullen we het gewoon doen? Gaan we doen. Het schiet zomaar in de lach, hoor. Gaaf. Het is wel heel erg druk, hè, met het paneel, hè? Ja, daar zit de bediening voor het railonderstel op, de bediening van de slijpunit, het in werking stellen van de slijpunit. Ja, ja. Het is net een soort Efteling gevoel. Hoop, hoor je. Het mooie is, je ziet dus echt alles gebeuren. Het ook een beetje knerpen, hè? Je hoort het nu. Je hoort het ook. Dat geluid wordt. Je hoort het schuurpapier over het spoor gaan. Ja, ongelooflijk. En om de zoveel meter schuift dat schuurpapier een stukje op. Dus de ene rol rolt af, de andere rolt op. Dus er komt steeds een nieuw stukje. Een vers stukje. En dat doet hij automatisch? Dat doet hij zelf. Oké. Okay. Zit er ook een trambel op, dat ding? Kijk, hè? Heb je ook een toeter? Dat is geweldig. Zeg dat er zit. Ik rij nu gewoon eigenlijk in de tram. Het is alleen heel raar met de stuur en zo. Want dat doe je, hoe stuur je nou? Niet met je stuur, hè? Ik stuur niet, want op dit moment rij je als railvoertuig. Ja, ja. Dus er wordt niet gestuurd. Je geeft gas met je gaspedaal en je remt gewoon met je rempedaal. Ja. En het stuur zet je vast. En het stuur zet je vast. Maar is het nou niet ontzettend spannend, want jij rijdt niet zo hard. Die trams moeten doorgaan, je rijdt gewoon in het traject. Nou, normaal gesproken kun je een tram wel voorblijven. Ja, een tram moet steeds stoppen, passagiers in- en uitlaten. Ja, okay. Die kan ik voorblijven. Okay. Maar mocht het gebeuren dat hij toch in je nek zit te hijgen,
tenzij hij er kort op zit, dan spoor je hem uit. Dan spoor je hem uit. Ja, die luxe heb jij natuurlijk. Ja, de exploitatie moet doorgaan. Dus ja. Dan spoor je hem uit en dan spoor je hem opnieuw in. Ja. Het is echt een heel vernuftig ding, als ik het allemaal zo zie. Dat is een mooi stukje techniek, hoor. Zeker weten. Nou, alles is weer lekker geslepen. Het is nu tijd voor Kurt Fortin. We kennen hem natuurlijk allemaal als acteur, zanger, presentator. En in de rubriek Mijn Tram gaat hij terug naar zijn eerste liefde. Spoorwijk, hier ben ik opgegroeid. In dit gebouw hier zo, in dit huis. Dan liep ik iedere dag samen met mijn zus die richting op naar de tram om naar school te gaan. We zijn net op tijd, de tram komt eraan, hè. Ja, wij zaten dus altijd achterin. Dan kon je hier gaan zitten natuurlijk, maar dat was niet stoer. Dus je ging hierop zitten. Gewoon zo, pa. Dat was wel kicken. Doordat de conducteur op een gegeven moment omroept in de speakers. Hallo, jongeman. Wil je daar achter normaal gaan zitten? Zo zit je thuis ook niet, toch? En op een gegeven moment kwamen we bij de halte aan waar de vriendin van mijn zus opstapte. En die ging altijd naast mijn zus zitten. Ja, dan blijf je hier niet zitten natuurlijk, want dat was een bloedmooi meisje. Dus ging ik heel snel gek zitten. Stel, dit was mijn zus, was dit zeg maar haar klasgenote Monique. Dan ging ik altijd hier zitten. En dan kon ik zo een beetje haar gezicht bekijken, haar gluren. Ja, het was elke dag. Iedere dag ging je natuurlijk gewoon naar school. En iedere dag stapte zij op dezelfde plek in, op dezelfde tijd. Dus dan kon je natuurlijk een beetje anticiperen van, oké, wat ga ik nu doen? Ik durfde eigenlijk helemaal niks te doen. Ik durfde niet eens met haar te praten. Je bent 11 jaar, hè? 11. Maar je begint net een beetje van die vlindertjes te voelen in je buik. Ja, nee, dat was dus het hoogtepunt van mijn hele dag, hè? Ik bedoel, daar deed je het voor. Daar stap je in de tram. En dan stapten we hier uit, want hier was vroeger de eindhalte. Dan moesten wij bus 23, moesten wij hier nemen. En we moesten altijd rennen, want die bus stond eigenlijk al op ons te wachten. Dus we gingen met z'n drieën, renden we als een speer. En dan was er op een gegeven moment een moment, op een heuse dag, dat Monique onderuit ging, maar hard. En toen dacht ik bij mezelf, dit is mijn kans nu, vandaag kan ik de held zijn. Ja. Dus toen heb ik haar geholpen. En net als in zo'n hele slechte romantische film, was het allemaal in mijn hoofd in zo'n slow motion. En ik keek haar aan en zij keek mij aan. En toen zei ze, we hebben de bus gemist. En dan dacht ik, oké, back to reality. Nou ja, en sindsdien heb ik een aantal keren in de tram gezeten, maar heb ik haar niet meer gezien. Dus Monique, als je kijkt, hè, morgen, 9:15, tram 16, Alberding Tuinstraat. Be there. Zie je. Nou, ik heb zo de smaak te pakken gekregen. Wij gaan nog een rondje lekker slijpen. Volgende week donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Tramsporen. Tot dan. Gas op de plank.